Dus het begint om 7 uur en het eindigt om, ja, we zien wel. Als je iets doet, moet je het goed doen en anders moet je het niet doen. Het samenwerken met mensen, een bepaald doel stellen en proberen met z'n allen dat doel te halen. Dan dat euforiegevoel te krijgen van jongens, we hebben het weer voor elkaar. Dat maakt het ondernemerschap erg leuk. De markt heel goed volgen en ook daarop inspelen. Dat vind ik wat eigenlijk het leukste is. 2008 is de crisis gekomen en dat heeft ons eigenlijk doen besluiten door te zeggen van nou, wij nemen afscheid van een bank en we proberen het gewoon met eigen middelen allemaal te doen. Dat gaat ook heel goed, totdat je af en toe wat grotere investeringen hebt, waar je dan van zegt van nou ja goed, hier is het toch wel handig voor dat we extern geld binnenhalen. Kijk, we hebben klanten als L'Oréal, Coty, Unilever, Heineken, InBev. Het zijn allemaal mensen die in de top van de markt zitten. En dan moet je ook kwaliteit leveren. En dat kan alleen maar als je ook geavanceerde goede machines hebt. Dus enerzijds echt productiemachines inderdaad die daarop aangekocht worden. Maar daar ook bij de stukje automatisering die daarbij hoort. Wij werkten met een financieel bureau samen in Amsterdam en zij kwamen met Oktober aan. De rol van Oktober is geweest dat zij natuurlijk een stukje onderzoek gedaan hebben. Die toetsing dat heeft volgens mij een kleine week geduurd en toen was het eigenlijk al rond. Dus wat dat betreft waren we heel snel tot zaken gekomen met Oktober. 1 miljoen financiering krijgen uit de markt zo snel, dat vonden we toch wel heel iets bijzonders. Dus op de eerste plaats de markt. De uitdaging is de markt voor ons vooral. Dus dat betekent dat je continu voor nieuw business moet zorgen en ook altijd de markt moet volgen. Een familiebedrijf houdt in inderdaad. Dus dat mijn ouders nog steeds ook actief zijn binnen het bedrijf. Mijn vrouw werkt binnen het bedrijf. Ik heb nog 2 zussen die actief zijn. En in totaliteit dik 400 mensen werkzaam bij Holbox. Het ontwerpen en het fabriceren van display. Iedere winkel, daar staan displays. Of nou de supermarkt is, het warenhuis, kruidvat, drogisterij. Als Heineken met de Formule 1 weer actief is, dan staat er misschien een bieractie op de winkelvloer en de supermarkt. Wij maken dan die promotiecampagne op de winkelvloer vanuit kartonnen displays. Die dan vaak samenloopt met televisiereclame en dakbladreclame. Wij verwerken geen andere materialen in de displays. Die kunnen in principe 1 op 1 de container in. En nu is dat bijna onze grootste klant. Mensen die beurzen ontwerpen. En er wordt nu heel veel duurzame producten van karton ingezet. De webshop www.kartonnenwinkel.nl die hebben we eigenlijk ontwikkeld om de kleinere klanten weer tot ons te krijgen. Iemand die net begint met een cosmetisch merk, zegt ja, maar ik kan natuurlijk niet 100 displays kopen, maar wel 10 of 15. En daar vult eigenlijk die kartonnenwinkel precies dat marktsegment vult dat aan. Tips voor ondernemers die op zoek zijn naar een financiering. Die vertrouwensband die is wel heel belangrijk, vinden wij. Hè. Dus wij willen graag weten wat kunnen wij van Oktober verwachten. Maar anderzijds moeten zij natuurlijk ook weten wat ze aan Holbox hebben. En, dus die transparantheid is wel heel belangrijk. Als je de vraag neerlegt dat je A weet waarvoor je dat doet en punt 2... dat je zeker weet van ik heb mijn balans, mijn financiële gegevens, die heb ik onmiddellijk beschikbaar.